Hallo, laat ik mij even voorstellen. Ik ben Arne Roos en maak carrière-mode-video's al sinds 2013. Maar de start is eigenlijk FIFA 15 op dit kanaal. Daarvoor was het een ander kanaal. Ik kijk elke week minimaal 3 matchen van het Belgisch voetbal via Betaal TV Telenet. En kijk ook graag naar Bayern. Die ze echt heel graag spelen. Het is dan ook een goede ploeg. Mijn advertenties zijn uitgeschakeld. Dus geniet van deze reclamevrije video. En vergeet zeker niet te abonneren. Alvast veel kijkplezier met de FIFA 21 andere carrière-mode. Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe carrière-mode van FIFA 21. Dit jaar doe ik ook de Club Brugge carrière-mode. Omdat ze in feite goed spelen en omdat ze ook Europees spelen. Ze spelen tegen Lazio, tegen Dortmund en tegen Zenit PSV, heb ik net gehoord. Dus dat is een heel haalbare kaart. Ik had liever groep E gehad met Chelsea, maar het is nu zo wat het is. En eigenlijk kunnen ze Van Aken verkopen en West Ham voor 15 miljoen euro. Maar ze willen dat Van Aken blijft. En ze willen ook dat Simon Mignolet blijft. Want Simon Mignolet heeft veel opties om weg te gaan. Maar de Brugge wil hem echt houden. Dus ze willen echt weer kampioen worden, denk ik. Ze willen er weer volop voor gaan. En ze spelen ook met de jeugd. En dat gaan we ook voornamelijk doen in deze carrière. Maar we gaan ook een beetje met de jeugd spelen. Ik heb wel graag Vormer. Ik heb wel naar gedm'd. Hij heeft dan ook geantwoord. Dus ik vind hem eigenlijk wel nog een toffe, chille gast. Dus aan inzet geen gebruik bij de Brugge. Dat zie je wel. Dennis misschien een beetje minder. We kijken even naar de selectie. Centon zien we hier. Dan kijken we naar Lammens. Allemaal jeugdspelers. Horvat hier, de doelman. Die zo belangrijk was. Simon Mignolet, een vaste houder van de Brugge, dan ze MM kunnen halen, dat is nog altijd een raadsel. Rika, hij komt van Liverpool, maar het is een Belg en hij speelt echt uitstekend. De Kuiper vind ik ook een goede jeugdspeler, ook een talentje. Simon Daly, 28 jaar. Ik heb hem ontmoet in Brugge, ik heb er tegen gesproken, Mechelen, 27 jaar. En ik heb dan een foto gevraagd en natuurlijk direct wordt hij een foto trekken. Matta, dat was eigenlijk na zijn tungelige goal tegen Manchester United, dat hij daar die fout, weet je nog, vorig jaar. Maar ze hebben wel 2-2 gelijk gespeeld tegen Real Madrid, ze kosten eigenlijk gewonnen hebben. Het was dan nog 2-2, dat is wel spijtig, maar dat was wel een fenomenale match. Van de Bremt, is dat de broer van die raadjongen, Balanta. Azoma 57, talentje, ja. Sobol, goede speler, Oekraïne. Ik dacht altijd dat dat een Belg was, maar dat blijkt maar niet. Ritz 26, algemene rating 75, is ook gestegen. Ruud Vormen, Nederland. Ondertijds heb ik die Brugge Van Aken ook. Goede speler, rating 78. Diatta, snelheid ten top 77. Ik denk dat hij wel bij Club Brugge gaat blijven. Van de Keibus, een beetje door de corona, ook de transfer die wat gezakt is. Vlietings is uitgeleend. Sanja, ook Club Brugge, Senegal. Ze is daar eigenlijk wel met een goed teampje. Ik ga eerlijk zijn, de Ketelaere ook wel. Die woont eigenlijk vlakbij het stadion. En ik heb al gelezen in een interview dat hij enorm veel brieven krijgt in zijn brievenbus. En dat hij moet dingen signeren van fans en al. Ja, dat het een beetje te veel is voor de moeder. Maar het is eigenlijk wel een toffe speler. Ik heb dan nog een weetje. Ik ken eigenlijk de broer van de Ketelaere. Via heb ik vernomen dat hij is met een meisje dat ik ken. Dus ja, dat is ook wel interessant natuurlijk. Als het allemaal eigenlijk in de wereld is enorm klein. Openda is dan ook een goede speler van de Brugge, maar speelt de laatste tijd wat minder weer. We kijken even wat we moeten doen. UEFA Champions League haalt de knock-out fase, Crocky Cup, win de beker en 1A Pro League, win de competitie. Contacteer 4 spelers in je jeugdafdeling voor de volgende positie. Doelman, verdediger, middenvelder, aanvaller. Maak een winstreeks van 10 wedstrijden waarin minstens 1 doelpunt wordt gemaakt. Het seizoen en thuiswedstrijden. Contacteer 2 spelers uit Zuid-Amerika. Dat zijn eigenlijk de nieuwe doelstellingen dat ze hebben toegevoegd in FIFA 21 dat er vorig jaar niet in zat. Maak binnen 2 seizoenen 3 miljoen euro winst. Dat is een beetje die nieuwe toedingen van maak 10 doelpunten in thuismatchen of in uitmatchen. Ik vind dat wel een leuke toegave, dat wil ik zeggen dat iets nieuw is. Dat wil dan ook een beetje de verdediging dat nieuw is. Dat ik heb dat eigenlijk net ondervonden met mijn handwerkcarrière-mode. Dus ja, het is in feite geen grote veranderingen. Kwestie van stadion-upgrade of staf-upgrades of sponsors, dat zijn er niet. Maar wel van die leuke dingetjes dat je toch meer met de spelers moet bezig zijn. Dat je een beetje regelmatig moet opstaan. Dat je een beetje moet trainen als ze willen verhogen. Niet altijd die standaard training. Ik stuur nu een scout naar Nigeria. Ik denk dat er wel genoeg talenten zitten. David Martens mag het gaan doen. Dan kijk nog eens naar de jeugdopdeling. Dat is eigenlijk ook interessant. Pak nu Zeroyal als ik het goed uitspreek. Marokkaan, leeftijd 15 jaar, 56 rating. Dan is die eigenlijk wel een CVM, een CV, dus een centraal verdediger, een middenvelder of een centrale verdediger. Maar als ik dan nu eens een diepe spelmaker van wil maken, dan kan ik dat eigenlijk gewoon doen. Dus ik heb nu aangeduid op diepe spelmaker en dat kan in feite, je kunt de positie een beetje aanpassen. Natuurlijk van een doelman moet je geen aanvaller maken, maar je kunt dat eigenlijk wel een beetje doen. Dat is ook iets nieuws. Batsi, Schrijvers, Sobol, Van Aken, Vormer, Diatta, Ritz, Daly, Mechelen. Dat is een beetje het team en Mignolet natuurlijk in een goal. Maar ik wil in feite met, ik heb hem wel graag, ik zie hem graag spelen van de Keibus, dus ik vind dat hij er wel mee mag. 6e rating in de plaats van Diatta, maar Diatta gaan we natuurlijk niet in de reserve schuiven, we gaan hem laten invallen. We gaan hem snel een wissel doorbrengen, dat is een beetje het begin is aftal. Dennis ook, Gaat hij, conditie honden staat erop, gaat hij blijven, gaat hij weggaan? Ik denk wel dat hij gaat blijven door de corona. Was er een groot bod, maar door de corona is hij een beetje weggegaan. Ja, veel transfers zijn in het water gevallen. Hier zie je het ook, je kunt er zelf een beetje invullen, dat heb ik ook net ontdekt. Dus voor wedstrijd rustdag, na wedstrijd hersteldag of weekplan, periodiek trainen. Je kunt dat eigenlijk een beetje aanpassen. Stel nu dat je voor de wedstrijd een rustdag wil, dan kun je dat doen. Na de wedstrijd wil je dan een hersteldag bijvoorbeeld. En een weekplan is dan bijvoorbeeld... ja, een periodieke rust, dat je niet altijd moet trainen, want vermoeidheid gaat naar beneden. Dan moet je ook veel wisselen natuurlijk. Gewoon een beetje langzaam en dan een beetje 2 algemene punten stijgen op een jaar of 3. Is voor mij genoeg. Mignolet, Matta, Mechelen, Daly, Ritz, Van de Keibus, Horvat, Van Aken, Sobol, Dennis en Batsi zijn klaar voor de match in Agen. De eerste match van de Pro League. We volgende keer snel de simulatie, zodat je hier hebt conditie, beoordelingen, statistieken en wedstrijdplan. Ja, dit kun je allemaal kiezen. Teammanagement, driehoekje, andere wedstrijdplan. Dus aanvallend verdedigen, ultra verdedigen en option pauze. Als je direct naar het resultaat wil. We zijn 7 minuten ver bijna. En we zien dat het een beetje like FIFA voetbalmanager is. Het is wel leuk in elkaar gestoken. Maar dat er ook heel handig is. Als je direct naar de match wil, duurt het geen 3 of 4 seconden of 30 seconden voor alleen dat je naar de match gaat. Nee, je zit eigenlijk direct in de match. Je zit eigenlijk direct gewoon, als je er wil inspringen, zit je in de match. Dat had ik niet verwacht eigenlijk van FIFA, maar dat is nu wel toch zo. En dat is wel een toffe toevoeging. We kijken naar Handclub. We zijn in de 52 minuten, de tweede helft spelen we dus. Van de Keibus, zijn eerste actie. Kijk, wat gaat hij doen? Kost hij eigenlijk een kap hem en geschiet. En hij schiet hem er hoog over. Dat was toch wel een kansje voor Van de Keibus. Fortuna. Ja, Gent kan misschien iets proberen. Moet opletten, de Brugge. Dorts legt hem klaar voor Jarmensuk, Fortuna. En kopbal aan, is dat Ozica Fou, maar die kopt hem er net naast. Dat was toch wel een kansje voor Gent. Misschien nu de Brugge, Dennis. Vormer. Dennis, ja. Hij heeft daar de ruimte, Dennis heeft daar de ruimte. Kan schieten, oh wat een redding van Davy Roof, ex-Anderlecht. En zo gaat die bal er niet in, we zijn 76 minuten ver. Oehoezoe. Kums, 67 minuten, pardon. Kums, Owusu, De Poitre en dan, hoe opletten. Ja, dat is toch wel een grote kans eigenlijk voor Gent. 82 minuten, dat is nog een beetje inkomen in FIFA 21. Dus ja, momenteel zijn we een beetje doetjesachtig. Nu de hoekschop van Gent en die kan, hoe de verdediger actie, ik denk dat dat van Vormer was. Oké, en opnieuw een corner voor Gent. En zo kan het natuurlijk blijven duren. De Brugge moet die bal wegdoen. Gent met Ojija Ofu. Kan er nog iets van komen? Woezo, jij moet weg, Batsi. Nu kan het komen natuurlijk. Diatta. Diatta met zijn snelheid legt hem klaar voor Dennis. Dennis weer naar Diatta. Geen buitenspel. Diatta kan doorlopen. Ja, Diatta loopt door. Dat is de kans. Kan kappen. Nee, gaat hij nog doorlopen? Diatta voor goal. Wat moet ik doen? En hij schiet. En dan net geen binnentikker. Bijna de 0-1 in de slotminuten, in de slotseconden eigenlijk van de match. Maar helaas blijft het bijna 0. Dank iedereen die gekeken heeft naar deze video. Wil je een volgende video van de Academie van Club Brugge? Laat weten in de reacties en reageer alvast met de comment. Bedankt, yo!